Een belangrijke periode in. We zullen binnenkort kerst vieren met elkaar. Maar dit initiatief van ondernemer Roelis, meneer Joelle Persaat, juichen we helemaal toe. Omdat hij er niet voor schroomt om wat hij heeft te delen met de gemeenschap. Namelijk een geweldige boom aanbieden als symbool voor het licht van vrede en liefde voor elkaar. Om exact te zijn, 2011 zijn we mee begonnen en dat is, deze boom staat voor de zevende keer, ja, zevende keer. Vrede wa moede, ki alasma in heersranang, kresne tide ki ibriwang. Zingen jullie nu? We, alala sisa, piki fusranang, halleluja. Halleluja, halleluja, pikifusrana. We zijn nu beland bij het moment van de overhandiging van de enveloppe aan de vertegenwoordiger van de Meester Hubert Stichting en Lobby Peking. Het verdient navolging, zei u net. Sowieso verdient het navolging. We moeten ook gaan kijken richting andere ondernemers, want dit voltrekt zich natuurlijk in Paramaribo. We roepen natuurlijk de overige ondernemers op om dit voorbeeld te volgen. Ja, inderdaad. Je ziet om je heen een hele attractie. En steeds elke keer als je bezig bent, dan krijg je de inspiratie om het op een andere manier te doen. Oh, Jezus, die maat.